Waar begint de zoektocht naar het perfecte paasei? De wereld van het paasei is nogal complex. Het zijn veel soorten, holle, gevulde, gekleurde en ja, natuurlijk van chocola. Dag, ik heb een vraagje aan u. Wij willen ons voorbereiden voor Pasen en we zijn heel benieuwd hoe die chocoladepaaseieren eigenlijk gemaakt worden. Kunt u ons daarbij helpen? Ja, dat komt goed uit. Ik ben eigenlijk net bezig. Dus kijk maar even mee, zou ik zeggen. The chocolate room. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Het is nou de grote truc van een goede chocoladepaasei. In eerste instantie goede chocola gebruiken. Daarna is de temperatuur heel belangrijk bij het verwerken, want anders komt hij niet uit de vorm. Of gaat hij wit uitslaan. Ja, en daarna is het... Wij maken alle vullingen zelf, dus we weten exact wat erin zit. We hebben nu de eitjes anders maken dan een normale bonbons. En dat alles bij elkaar maakt een heerlijk eitje. Nu hebben we halve eieren. Nou, dat is geen eieren, volgens het gezegde. En wat we nu doen is... Ik moet even kijken dat de goede kanten tegen elkaar gaan. In één keer tegen elkaar aanklappen. En dan zetten we er een klem op. En als zometeen de chocola hard is, heb je een heel ei. If you truly wish to be. Ja, we hebben op basis van vruchten, we hebben op basis van drank, op basis van chocoladeknas, zeg maar een zachte chocoladevulling. We werken met noten. Er zit een vernieuwing in, dus er komt telkens weer een nieuwe smaak bij en het zijn altijd mooie combinaties. Dus, Meestal is het zo dat we, als ik een smaak in mijn hoofd heb, zoeken we een chocolade bij die daarbij past. We kijken naar andere ingrediënten en je moet wat contrasten hebben. Dus het moet of een beetje knisperen of juist heel zacht zijn. En zo proberen we iedere keer weer wat nieuws te verzinnen. We hebben vanavond een feestje met allemaal dames en dan neem ik lekker chocolade eitjes mee. If you want to view paradise, simply look around and view it. Je mag er trots op zijn, het is een schitterend ei geworden. Weet je al wat je ermee gaat doen? Nou, volgens mij heb ik thuis nog wat goed te maken, dus ik hoop dat het werkt. Hey Mark, ga je mee? Kijken of het werkt. Ik denk dat ik nog even blijf als je hier vindt. Je blijft hier? Dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ooh.